Even wachten. Het is vandaag 9 februari, maar het voelt buiten als voorjaar, dus het is tijd voor voorjaarsschoonmaak. Dus onze huisraad staat buiten. Alles staat buiten. Alles staat buiten, alles wat we hebben staat buiten. Ja. De hondenbedden, onze schoenenkast gemaakt van een oude dekenkist. Onze verwarming. En binnen is het leeg. Op stof op wat en zand. Stof, wolken na. Het gaat echt heel snel met het stof hier. Dit is het resultaat van 2 honden in huis. Ja. Ja, hier moeten we even. Oeps. Hier moet ik even me vasthouden. Hier gaat het behoorlijk naar beneden. Jaar? Jara. Even wachten. Oeps. Oh, oh. Hey. Hey. Blijf hoor. Wachten, Jaar. Dit is even. Stijl. Ja. Hier moet ik echt wel even wachten, Jara. Extra handje erbij. Ja. Het volgende Kurt probeer zo eens begonnen. Dit is sinaasappelkurt van de eigen boom. En ondertussen ben ik een sinaasappelsaus gaan maken. Iets met ottolenghi of zo. Nou, dit is het asiel waar ik sinds vorige week vrijwilliger ben. Hier beneden twee lieve hondjes. Het zijn twee broertjes. Ik weet de namen er niet, hè. Die hebben nog een jasje aan, want het is 's nachts nog fris. En nou, je ziet, ze hebben een groot open terrein waar de honden in groepen uitgaan. En er komen steeds vrijwilligers om honden even uit te laten. We maken een stel wat hokken schoon. We zijn nu best wel. Wat? Kijk, dit leuke flap. Het zijn van die prachtige, een beetje retrieverachtige honden, van die jonge honden. Sommige honden een beetje voorzichtiger. En andere, nou, de meeste zijn echt een enorme kroegkonten. Dus, nou, hier loop ik een beetje rond. Maak hokken schoon. Knuffel met honden. Oh. En het is lekker weer. Volgens mij gaat er nog een lammetje geboren worden. Het is net al een kleintje geboren. Ja. Ja. Blijf.
Ja. Ja, wacht. Nou, dat was onze lentevlog. Bedankt voor het kijken. Dan gaan we zo snel deze vlog beëindigen, want we gaan zo naar Lissabon voor een geheime missie. Maar daar hoor je volgende week meer over. Schat, waar zijn we korte broek ook alweer?